Welkom bij Haaksbergen in beeld. Het college is met reces, dus we hebben gevraagd of de fractievoorzitters van alle politieke partijen hier in Haaksbergen hun zegje wilden doen tijdens ons gesprek. Want we noemen dit maar een gesprek en geen interview, Gea. Tegenover mij en tegenover Ton, onze steun en toeverlaat, zit Gea Kosteres, fractievoorzitter van Team DAP. Welkom, Gea. We hebben je uit je werk gehaald, hoorde ik net. Je broek zou nog wat kleine vlekjes kunnen hebben, maar we poetsen ze weg. We gaan beginnen. Gea. We beginnen met een aantal ja-nee vragen. Dat wil zeggen dat je ja of nee mag zeggen, niet ja mits of nee tenzij, alleen ja of nee. Eerste vraag, het zwembad moet blijven. Ja. Tweede vraag, de kappen en de bibliotheek moet je scheiden. Ja. In Buurse, waar Gea woont, komen windturbines. Nee. Oh. Zonneparken kunnen wel gerealiseerd worden in Haaksbergen. Nee. Team DAP wenst geen zoutboringen op grondgebied van Haaksbergen. Wenst geen, moeilijk. Nee, dan moet ik zeggen nee. Want... En dan bedoel je eigenlijk ja, want het is geen zoutboringen. Of wil je wel zoutboringen? Nee, je zegt wenst geen. Wenst geen. Dus dan zeg ik nee. Ja, dus jij zegt nu... Dus eigenlijk zeg je, nee. het kan wel wat ons betreft. Komen we zo op terug. Nee, dan moet je de vraag even wachten. Dan zeg ik ja. Dus in Haaksbergen kan zout geboord worden? Ja. Dan snap ik hem. Het waren simpele vragen, zeiden jullie. Bouwen aan de randen van Haaksbergen is mogelijk. Nee. Het Assink moet gebouwd worden op het school te Hagen. Ja. Haaksbergen heeft behoefte aan een lokale omroep. Ja. Participatie zorgt voor trage besluitvorming. Nee. Hotel Winkelman aan de Zeedijk Molenstraat kan asielzoekers opvangen. Hotel Winkelman? Ja, vroeger was dat Hotel Winkelman, later Hotel Mosikov. Oké, okay, ja, ik kom van Hotel Boeklo, dus ja. ik weet niet beter dan Mosikov. Kan, nog even een ja, keer. Ja, Hotel kan. Winkelman kan asielzoekers opvangen. Ja. Goed, dat waren eigenlijk jouw ja-nee statements. En daar komen we op terug zometeen. Want ik wil eerst even graag terugkijken op de kadernota die we net achter de rug hebben. Wat is voor jou het belangrijkste in deze kadernota wat er besproken is? Ja, eigenlijk zijn er veel meer zaken. Er zijn natuurlijk een paar highlights in de kadernota, waar wij als fractie heel erg over verbaasd waren, en volgens mij ook andere partijen, is dat daar het zwembad niet in terugkwam. Terwijl voor de tijd in een aparte setting met alle raadsleden is gesproken om te kijken welke kaders de raad mee wilde geven. Dat was bij de brandweerkazerne. En daar hebben eigenlijk alle fracties unaniem aangegeven dat het zwembad moet blijven. En dat was de input voor het college, die het college mee zou nemen in de kadernota. Dus tot onze grote verbazing eigenlijk stond het zwembad er niet in. Dus het college wil input en ze luistert gewoon niet naar de raad. Dus dat was een heel belangrijk onderwerp voor ons. Wat nog meer? We hebben de kadernota wel eens leesbaarder gezien. Dus het was best wel een beetje lastig om goed te lezen. We wachten gewoon de begroting verder af. Er zijn diverse onderwerpen, de kappen heb je. Je hebt de MBS zou er eigenlijk niet in komen. Want op een gegeven moment met de MBS hebben we jaren geleden al gezegd, we doen dat nog een paar jaar en dan is het ook definitief de streep eronder. Want het geld is al zo vaak besteed. Voor diverse ontwikkelingen zou het besteed worden. En het lijkt wel of die ontwikkelingen steeds weer terugkomen elk jaar. Dus dat zou gewoon, dat was unaniem in de raad gesproken, zo'n streep onder zijn. En dat is het niet. Dus dat verbaast ons wel.
Dus die streep ligt er niet. Dus de MBS zou dus volgens Team DAP geen subsidie meer krijgen van Haaksbergen. Ja, en zo staan ook wat andere partijen erin. En het is ook eigenlijk in de raad, is ook een raadsbesluit geweest dat dat nog één keer was met een laatste termijn. En dan zou het afgelopen zijn. En nu komt het er toch weer in. Dus dat is in strijd met de eerdere afspraken die zijn gemaakt. Ja, maar zijn er ook afspraken gemaakt van Haaksbergen zou participeren als Enschede het ook deed? En beide 50.000 euro. Er is toen gezegd, ik moet echt even graven, maar er is toen gezegd, we gaan nog een jaar of twee even uit het hoofd, gaan we subsidiëren. En dan is het ook echt, dan moeten ze zelf daar een eigen weg in vinden. Dus dat was toen wel de laatste keer. Dat is een duidelijk raadsbesluit geweest. Okay. Dus het komt er nu in, terwijl er eigenlijk met die avond bij de brandweerkazerne ook de peiling was over de meerderheid dat die MBS eigenlijk niet zo... En bij die brandweerkazerne, daar hebben jullie dus gesproken over de voorzieningen, denk ik, hè? Ja, dat was de voorzieningendiscussie die ook al eigenlijk veel te lang heeft geduurd voordat die kwam. En het was nu allemaal zo ad hoc en heel kort dag. En al die onderzoeken die er zijn geweest, het was allemaal voor ons heel kort dag om het, om het allemaal te bekijken, te behandelen. En er waren nog zoveel vraagtekens, ook met betrekking tot het zwembad. Want er zijn ook varianten en die komen dan in het onderzoek ook niet naar voren. En ook qua energie heb je gewoon heel veel mogelijkheden. Dus er komt in het onderzoek eigenlijk niet helder naar voren wat de alternatieven zijn. En je hebt het dan over de kosten van een zwembad bijvoorbeeld. Maar als je naar het verhaal van Janning kijkt in Buurse, ja, dat laat zich perfect lenen voor zo'n zwembad. En dan heb je heel veel investeringen in nodig. En dan heb je ook eigenlijk haast geen energielasten meer. Nee. Want je zei, het zwembad kwam niet voor op de agenda. Maar was toch een deel van de voorzieningendiscussie met het voorstel om het te sluiten op termijn? Nee, bij de brandweerkazerne is unaniem gezegd... Nee, bij deze voorzieningendiscussie. Ja, dat was die voorzieningendiscussie. Ja, bij de brandweerkazerne. Ja, het was jammer dat het niet in de raadzaal was. Want had iedereen het kunnen bekijken op de camera, de buitenstaanders. Maar daar is eigenlijk unaniem gezegd door de hele gemeenteraad... het zwembad moet blijven. En dat was dus de grote verbazing dat het dan in de kadernota gewoon... Vandaar die motie. Vandaar de motie. Ja, maar eigenlijk wel heel frustrerend. Want het college vraagt de raad om input, om richting... En dan geef je duidelijk aan en dan wordt het gewoon niet zo opgepakt. Maar ja, het zwembad, hij staat dus voor een behoorlijk bedrag. Als je het wilt behouden, hoe betalen we dat dan? Ja, en dat is dus wat ik net zei. Als er nou eens een degelijk onderzoek is naar alle mogelijkheden... en je ziet wat er aan investeringen zou moeten worden gedaan voor het zwembad... qua energievoorzieningen, wat misschien helemaal niet nodig is... als je zo'n simpel warmtesysteem van... Jannink, je hebt daar helemaal, je hebt daar allemaal gras omheen. Die pijpen kunnen overal in. En nou, als je ziet dat het een 15.000 euro kost... en dan heb je, ik laat het even in het midden van het volume... maar dan heb je het hele zwembad draait erop. Dan heb je investeringen van 100.000 euro's, misschien wel een miljoen helemaal niet nodig. Heb je die afschrijvingen niet, heb je die energielasten niet meer... Maar dat is niet meegenomen in het verhaal. Dus ik hoop dat het college dit alsnog gaat bekijken. En heb je over een heel ander financieel plaatje. Maar ik weet dat niemand, die is er ook geweest met jou samen bij Janink. Was hij daar niet voor de porren? We moeten afwachten. Tot nu toe zien we het. Hij heeft het voornamelijk over nou bouwen eventueel aan de randen. En daar dan de warmtewinning toepassen. Maar goed, ik heb onlangs met de kappen, hebben wij als fractie contact gehad. En toen hebben we ook gezegd, misschien is dit systeem ook nog wel iets voor de kappen. Maar dan moet je wel genoeg grond hebben om de buizen erin te stoppen. Maar gaat de raad het college nog verder tips geven hoe het financieel zou kunnen worden opgelost? Want nu lijkt het een beetje alsof de raad zegt tegen het college, tompoes verzin een list. Nou, ik denk dat we een beetje in een omgekeerde wereld zitten. En eigenlijk bepaalt de raad wat er gebeurt. En, tuurlijk. En ik verwacht, als ik wethouder zou zijn, zou ik zeggen van... laten we nou direct dat systeem gaan onderzoeken. Laten we daar nu mee bezig gaan. Dit gaan we in het onderzoek verwerken. Dan hebben we een heel ander financieel plaatje. En dan weten we waar we het over hebben. Maar nu wordt er al gezegd, het kost zoveel. Het kan allemaal niet. Nee, een beetje out of the box denken. En vooruitstrevend denken. En dat is wat we missen. Maar kun je met out of the box denken ook geld toveren? Nou, het is wat ik zeg. Het verhaal van Janink zou de oplossing zijn. Wat is Janink eigenlijk? Het warmtewinsysteem in Buurse. Okay. Dat is die meneer van inmiddels bijna 89. Ja, die is vrij oud. En ik ben er nu twee keer geweest met de wethouder. Ook met Domein samen. Na een hele tijd uiteindelijk wel. Maar voor mij mag er gewoon allemaal meer snelheid in. Want het gaat er langzaam volgens jou.
Ja, het gaat er langzaam. Ja. En het is te veel inrichtingsverkeer. En dat vind ik gewoon heel jammer. Ik had gehoopt dat het college het nu voortvarend zou oppakken. En ja, je moet dus gewoon steeds weer over beginnen. En dat is gewoon jammer. Het college had ook kunnen zeggen met het zwembad, jongens, we gaan het gewoon onderzoeken. En we nemen dit systeem mee. En dan wordt het hele financiële plaatje anders. Je verwacht gewoon goed voorbereid werk. Als je de raad wil laten beslissen en kaders wil laten stellen. Ja, dan moet je weten waar het over gaat. Ik heb ook... Die energietransitie, daar gaat het dan ook hoofdzakelijk om. Dus we hebben een goede vraag voor niemand straks. Ja, en wat ik ook nog wou zeggen is... ik ben die brandweerkazerne, die avond ben ik ook begonnen voordat het begon. Want op dat moment moesten we de voorzieningendiscussie aan. Want dit schetst wel een beetje hoe het gaat. Dus weet je, als raad moet je in stelling worden gebracht door het college. En daar hapert het soms nog aan. Dan kom je dus bij elkaar voor de voorzieningendiscussie. En dan gaat het over een bezuiniging van jaren geleden, die is vastgesteld. Maar we zitten in een nieuwe situatie. Op dat moment waren de jaarcijfers nog niet bekend. De kadernota was er nog niet. En de bestuursrapportage was er ook nog niet. Dus wij hadden totaal geen... Financieel overzicht. Totaal geen inzicht in hoe we ervoor staan. Dus hoe kun je in hemelsnaam praten over een bezuiniging van 4,5 ton van een paar jaar geleden, terwijl je niet eens als gemeenteraad weet waar je nu staat op dit moment. Dus dat heb ik ook aangegeven. Ik zei, we gaan hier nou in gesprek. Maar financieel weten we helemaal niet waar het over gaat. Dus hoe kunnen we praten over bezuinigingen als je niet eens weet wat er over is? En toen is er ook gezegd, heb ik ook gevraagd van zo snel mogelijk die input voordat je keuzes kunt maken. En als er onderzoekers zijn, pak dan ook alles mee. Bijvoorbeeld zo'n uitscheufbaar dak, wat een beetje, want dan heb je ook meer publiek kun je in de Wilder, of de Wilder straks naar de Wilder heet, is een ander verhaal. Wat ons betreft blijft het zwembad gewoon. Okay. En het mooiste zou zijn uitscheufbaar dak, zodat je dubbele bezetting hebt ook aan het publiek. Dat is het mooiste natuurlijk, zonder meer. Maar goed, genoeg over het zwembad. Maar de energie, daar hebben we net natuurlijk nog het een en ander over gehoord van jou. Daar komen windturbines en daar zei je nee op. Kun je dat nader verklaren? Dat is ons verkiezingsprogramma heel duidelijk in. Ja. Geen zonneparken en geen windturbines. Maar ook waarom? We hebben het als vaker ingebracht. Je hebt de thorium, kernenergie, er zijn andere alternatieven. En wat wij al eerder hebben gezegd in een vergadering ook, dit gaat te ad hoc, er wordt te veel korte termijn gedacht. En er wordt steeds gezegd, die thorium speelt pas na 2030. Maar ja, voordat die windturbines er staan, ben je ook 8 jaar verder. Dat is wat die exploitanten zelf zeggen. Er zijn zoveel alternatieven inmiddels die onderzocht kunnen worden, moeten worden. We hebben in Haaksbergen hebben het over het groen. De natuur is heel belangrijk, waar wij ook bekend voor staan. Hoe kun je in hemelsnaam het in Buurse, hoe kun je zoekgebied eigenlijk verkleinen door alleen maar op Buurse te focussen. Ja, maar dat is natuurlijk vanuit een onderzoek wat er gedaan is, dat het elders wat moeilijker zou zijn en bijna onmogelijk. Nou, dat bestrijden wij. Maar goed, dat zal de tijd leren. Dat bestrijden wij, want als het ergens heel moeilijk is, is het in Buurse. Daar richt je veel meer schade aan. Bovendien heeft Haaksbergen de norm veel te hoog gesteld voor zichzelf, want we hadden ook met de helft van de norm kunnen voldoen. Maar ben je nou principieel tegen of ben je tegen vanwege de locatie? Dus not in my backyard, als het ware. Wel elders. Nee, het is niet not in my backyard. Het is niet omdat ik in Buurse woon, want dit hebben we gewoon standaard al gezegd. Want we zouden er ook heel veel moeite mee hebben als het elders in Haaksbergen zou zijn. Want je moet breder denken. Je moet naar alternatieven kijken. Gelukkig is het nou met de rest. Ze zijn nu bezig met andere opties. Maar kiezen voor kernenergie is eigenlijk geen Haaksbergs probleem. Dat is een landelijk probleem. Weet ik niet. Internationaal wellicht. We kunnen hier gewoon lokaal beginnen. En waar ik heel veel moeite mee heb, Team DAP heel veel moeite mee heeft, we hebben het over duurzaam. En daar kunnen we het nog wel even over hebben. Windturbines en zonneparken. Duurzaam, het is net zoals die accu's in de auto's. Hoe worden ze afgebroken? Windturbines gaan naar Afrika heen, worden daar in de grond gestopt. En al die zonneparken, wat gebeurt daar allemaal mee? Dus de definitie duurzaam wordt soms ons inziens te makkelijk gebruikt. Te makkelijk. Dan moet je kijken naar bijvoorbeeld een kernenergie. En daar wordt vaak ook gebruikt, kernafval ook weer gebruikt met die thorium. Wat ook op niet al te lange termijn ook gerealiseerd zou worden. In dezelfde tijdslijn van de windturbines. Dus we moeten niet wegkijken. En wat ons heel erg stoort aan de wethouder op dat moment is dat de wethouder zegt, nee, geen vervanging in plaats van, maar ernaast. Dus dan heb je niet de intentie om breder te kijken. Je zegt aan de ene kant, het maakt allemaal niet uit met die windturbines. Van alles is nog open. Maar aan de andere kant,
Zeg je niet, nee, als de vervanging is, doen we de vervanging. Dan zeg je ernaast, nee, als de alternatieven zijn. Maar de provincie zegt ook duidelijk waar ze in Haaksbergen, op Haaksbergs grondgebied, wel zouden kunnen komen. Daar zijn ze wel duidelijk in geweest. En wat vind je daarvan? Daar kan ik iets over zeggen, maar misschien kan ik dat beter niet doen. Maar er zijn natuurlijk wel overleggen tussen de gemeente, tussen het college en de provincie. Oké, okay, okay. We zijn bijna aan het eind, Wim, maar ik denk dat we nog één vraag willen stellen. Dan doen we de laatste vraag. Zoutboringen, hoe denk je daarover? Nou, daar zijn we ook heel duidelijk in geweest. Waar de gemeenteraad invloed op had kunnen hebben, was wat wij destijds hebben ingebracht 2 jaar geleden. Als we het echt niet willen in Haaksbergen, dan moeten we nu een bestemmingsplanwijziging doorvoeren. Dat hebben we heel duidelijk in de raad ingebracht een paar keer. We hebben de schriftelijke vraag over gesteld en de rest van de raad nam dat niet over. Op dit moment heb je dan als gemeenteraad eigenlijk de trein gemist, want dan had je dat toen moeten doen. En als bleek dat het veilig kan, en we hebben de indruk, en veiligheid is niet de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, wel ruimtelijke ordening. Als dat gewoon goed eruit ziet, we hebben diverse info-sessies gehad, dan hebben wij daar op zich geen moeite mee. En ik denk dat er ook heel veel sentiment bij is, want daar waar men invloed had kunnen uitoefenen, heeft men het laten lopen in de gemeenteraad. Nou, ik vind dit een ontzettend fijne afsluiting van dit onderwerp. We danken je voor de inbreng die je hebt gehad. En heel fijn dat je onvoorbereid, zoals je zei, dat je hier zou komen, toch met ons dit gesprek hebt gehad. Hartelijk dank daarvoor.